Dag Rudy. Dag Felix. Hoe werkt je geheugen eigenlijk? Het geheugen is natuurlijk het vermogen van je hersenen om informatie op te slaan en bij te houden. En dat werkt eigenlijk door een informatienetwerk, een soort van web over je hersenen op te bouwen. De verschillende punten in je hersenen die contact maken met elkaar en dat is één feit of één herinnering. Eén bepaalde structuur, een deeltje van je hersenen, die zorgt voor de opbouw van dergelijke netwerken of webben. En dat is de hippocampus. En die zit eigenlijk aan beide kanten van je hoofd, een beetje onderaan je hersenen. Als ik iets nieuws wil leren, hoe doe ik dat dan het beste? Dat wil zeggen dat je hippocampus eigenlijk aan het werk wil zetten om nieuwe netwerken te bouwen. Dat kan je dus het best doen door dat te linken, door dat in verband te brengen met dingen die je al kent. En dat kan soms met een geheugensteuntje vergemakkelijkt worden. Bijvoorbeeld als je nadenkt van, er zijn zoveel provincies als ik vingers aan mijn hand heb. En dan kan je plots in dat netwerk en je doorloopt het en je, ah ja. Dus 10 provincies. Voilà. Heb je nog andere tips om goed te kunnen studeren? Wel, ik hoop dat je nu wel verstaan hebt dat studeren heel hard hersenwerk is. Dat kan je best niet aan één stuk door blijven doen. Het is belangrijk om in korte periodes te studeren, daartussen goed pauze te nemen. En goed pauze wil ook zeggen veel bewegen, want het is goed voor je hersens. En goed slapen, want tijdens de nacht gaan die netwerken die je hebt opgebouwd tijdens het studeren, die gaan worden vastgelegd tijdens de slaap. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Abonneer je dan op ons kanaal en check deze video's.